Cornelis zoon Jol, was een roemruchte kaper die veel buit maakte bij zijn overvallen op Spaanse en Portugese schepen beladen met goud en zilver. Voor het eiland La Vache kwamen zij ten anker om zich weer van vers vlees en fruit te voorzien. En gingen de 14e juni weer onder zeil naar de vaste kust van Colombia en Venezuela. De Domburg en Phoenix bleven tussen Cartagena en de Rio Magdalena op en neer houden. En de Otter ankerde voor de mond van de rivier om de schepen te kunnen nemen die naar zee voeren. Doch een storm dreef het jacht af tot bij Jamaica.
herhaaldelijk schreef Jol de bewindhebbers van de Kamer Amsterdam klagen over zijn droeve gevangenis en dat haar conditie, bij de vijand beloofd, niet gepresteerd werden. Toch, toen de Ibarra zich in de avond voor de 30ste augustus ter hoogte van Cabañas bevond, opwerkend tegen een sterke, contraire wind, kreeg hij een vloot van 17 zeilen op steven die naar de kust voer. Het was Houtenbeens vloot, versterkt door enkele commissievaarders, die zich op bevel van de prins bij hem hadden gevoegd. Het zij uit lafheid, het zij uit jaloezie, dat Jol met voorbijgaan van ouderen in rang tot admiraal was benoemd, hebben zijn kapitein zich aan de strijd onttrokken. In een ijlings bijeengeroepen krijgsraad heeft hij hun de huid volgescholden, zelfs de kapitein van het wapen van Rotterdam met zijn commandostaf afgeranseld, toen deze een tegenwerping maakte en ferm met zijn commando ontheven. Volgens zijn instructie had hij het recht, niet alleen in hare maandgelden, maar ook aan de lijve te straffen, zonder aanzien of enige oogluikingen. Oh,
De Spanjaarden hebben zich van het geschut, de munitie en het scheepsmateriaal meester gemaakt en de bemanning gevangen genomen. De drie andere schepen zijn het Oud-Bahama-kanaal uitgedreven. Hun pogingen om te werken naar de vloot hadden geen succes. En omdat een der schepen zo olijk bleek te zijn, besloten zij dat dit lekke schip in plaats van de Bernambuco, zoals Jols instructie had gelast, naar het vaderland zou zeilen. In de hoop behouden thuis te komen. Met de rest van de vloot kruiste Jol voor Havana. Thank you.